Mike van de Rijke Noordzee zijn vandaag in het windpark Borselen van Ørsted. In dit windpark zijn 4 riffen geplaatst onder water rondom 1 windmolen heen. En bij die riffen zijn ook acoustic receivers, zoals het heet, geplaatst. Voor dit onderzoek hebben we kreeften getagd met een zendertje. Die zendt een signaal uit, die zendt een diepte uit. En we hebben een arena met antennes. En dan kunnen we van minuut tot minuut bepalen waar de kreeft is. En op die manier zijn gedrag beschrijven door de dag heen, door de maanden heen, over de seizoen heen en dag en nacht. 16, arm en 54. Het uitzetten van de kreeften gebeurt door middel van een speciaal daarvoor geconstrueerd ontwerp. Het is een grote cilinder. Daar stoppen we 3 kreeften in. En die laten we dan zakken naar de zeebodem. Dan trekken we aan het touw, zodat de zijkanten open gaan. Dan kunnen de kreeften eruit lopen. En dat zijn er 3 per rif. En we hebben 4 riffen in dit park. Dus dat betekent dat we 12 kreeften gaan uitzetten. Een windmolenpark is eigenlijk heel uniek in onze Noordzee. Omdat de Noordzee een zandige bodem heeft. En de windparken die brengen een heleboel hard substraat met zich mee. De windmolens die worden op stenen geplaatst. En die stenen die bieden eigenlijk aanhechting voor een heleboel verschillende soorten. En daarmee komt er ook een kans naar voren. In de windmolenparken mag namelijk niet gevist worden. En dat betekent dat de natuur zich daar kan gaan ontwikkelen. Dat is natuurlijk heel erg mooi, maar dat willen we ook monitoren als dat kan. De kreeften die helpen ons daar een handje bij. We hebben er. Yes! Hey! Eén voor één zag ik ze gaan, zo op de bodem eruit. Zo langzaam scharrelend. Schitterend. Zodra de eerste tussentijdse resultaten vrijkomen, als de antennes worden onderhouden, worden geserviced, zeg maar, ontdaan van zeepokken en dat soort aangroei, dan zal ik zo snel mogelijk die data binnenhalen en eerst de analyses op loslaten, want ik sta te trappelen om het te bekijken.